Lilian Marijnissen steunt het besluit van Shownieuws om Natacha Harlequin tijdelijk te weren uit uitzendingen waarin het over Ali B gaat. Dit komt na een controversieel optreden van Harlequin in een dinsdagshow, waarin ze aankondigde zich bij het advocatenteam van Ali B te voegen en hem uitbundig prees aan de desk. Dit leidde tot een golf van kritiek jegens zowel Harlequin als het programma. Marijnissen benadrukt dat het geheel ongemakkelijk was, een sentiment dat gedeeld wordt door medetafelgast Helene Hendricks van de Oranje Zomer. Ze uit haar irritatie over het overmatige gespeculeer en de ophitsing rondom de kwestie en pleit voor terughoudendheid tot de zaak voor de rechter komt. Ze gelooft dat het verstandig is dat Shownieuws heeft besloten Harlequin voorlopig niet meer uit te nodigen. Voormalig voetballer Wesley Sneijder deelt haar standpunt en benadrukt het belang van wachten op de uitspraak van de rechter alvorens oordelen te vellen. Hij betoogt dat als de beschuldigingen waar zijn, de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen en als ze ongegrond blijken te zijn, er nog altijd tijd is om zich te verdedigen. Sneijder is kritisch over het opgeklopte karakter van de zaak en gelooft dat het wachten op de gerechtelijke uitspraak de meest verstandige benadering is. Jack van Gelder begrijpt de kritiek op het optreden van Harlequin volledig. Hij wijst op het ongebruikelijke aspect van haar aanwezigheid aan de desk van Shownieuws, gezien haar rol als advocaat in dit specifieke juridische geschil. Van Gelder deelt de opvatting dat haar aanwezigheid ongemakkelijk en ongewenst was, gezien de context van het programma dat doorgaans draait om bekende Nederlanders. Kortom, de tafelgasten zijn het erover eens dat terughoudendheid en respect voor het juridische proces gepast zijn in deze situatie. Ze steunen het besluit van Shownieuws om Harlequin voorlopig uit te sluiten van uitzendingen met betrekking tot Ali B en benadrukken het belang van afwachten tot de rechter spreekt.